Welkom, mijn naam is Sandra IJsbrandi en ik ben een enorme fan van groenten. En ik wil jou heel graag laten zien wat je er allemaal mee kan, zodat je ook enthousiast wordt over groenten. Ze zitten vol vitamine, mineralen, vezels, je ervaart meer energie, je voelt je fitter, je wordt er blijer van en het versterkt je immuunsysteem. Dus kom erop met die groenten. Ik ga een hele lekkere kokoscurry maken met ei. Eerst de rijst, zilvervliesrijst. In de pan met een beetje zout. En die kun je na een minuut of 8 kun je die afgieten. En dan heeft hij ongeveer dezelfde tijd nodig om nog gaar te stomen of na te stomen zonder water. Ik heb ook eitjes op staan, dus die kan ik al afgieten. Die had ik al gekookt. Goed, en deze pan heb ik op staan om daar die heerlijke curry in te gaan maken. Eerst maar eens even het uitje. Welk gerecht begint er niet met een uitje? Zo, uitje klaar. Olie in de pan. Twee knoflooktenen gaan er doorheen. Hier begint het al heel lekker te ruiken met zo'n uitje. Nou, een curry moet natuurlijk wel een beetje pit hebben. Het slaat helemaal op mijn keel. Dus er gaat een rode peper in. En die snij je mooi fijn. En ook de rode peper bij het uitje en de knoflook. Gewoon lekker meebakken, heel rustig. En dan bouw je zo heel langzaam die curry op qua smaak. Nou, gember is ook een ingrediënt wat ontzettend veel gebruikt wordt in de Indiase keuken. Dat hoort echt in de curry. Het schilletje kun je er heel gemakkelijk afhalen met een theelepeltje. De gember rasp ik fijn met een hele mooie fijne rasp. Nou, dit is een mooie hoeveelheid gember. Nu hebben we nog een specerij nodig. Currypoeder. Dat zal je zo direct zien als ik die witte kokosmelk erbij doe, dat die in één keer knalgeel kleurt. En deze specerijen moet je eventjes, zoals wij dat noemen, muteren. Dat zijn kruiden die hebben even warmte nodig. En dan geven ze hun smaak en hun geur af. Nou, je ziet al, het wordt al heel lekker mooi geel en het ruikt echt zalig. Nou, en dit is het moment dat ik de kokosmelk ga toevoegen. Dan moet je maar kijken wat er gebeurt. Dit wordt helemaal geel. We brengen hem aan de kook. En bij die kokosmelk gaan de gepelde tomaten. Eigenlijk een hele lekkere basis gecreëerd, vol smaak. Waarin de linzen gaan garen. En eigenlijk is dit alles. Dit is de curry, dit is de basis. En je kunt je voorstellen wat ik zei, dat je dit in een iets grotere hoeveelheid nog maakt. En dat je dat gewoon invriest en dat je er nog alle kanten mee op kan. Alle groenten aan toe kunt voegen. Het is echt super lekkere basis. Zoals je ziet zijn de tomaten heel. Ik gebruik dan altijd gewoon een puree stamper. Dan kunnen die linzen erbij. En ik gebruik oranje linzen. En dit zijn linzen die heel snel uit elkaar gaan vallen en een hele mooie binding gaan geven aan de saus. Het is eigenlijk hetzelfde als onze splitterwten in de ertessoep. Als je bruine linzen zou gebruiken, groene linzen, zwarte linzen, die vallen niet uit elkaar. Dus die zijn minder geschikt voor zo'n soort curry of voor soep. Ik gebruik dan altijd de oranje lins. En dit heeft een minuutje of 20 nodig. En dan zijn die linzen heel mooi uit elkaar gevallen. En dan zijn al die smaken lekker ingetrokken. Nou, en dan gaan we hem proeven of we hem misschien nog een beetje op smaak moeten brengen met citroen, wat peper en zout. En dan maak je hem echt lekker. En dan is het gerecht eigenlijk al af. Nou, deze saus die heeft een minuutje of 20 nodig. Dan zijn de linzen uit elkaar gevallen. Is het een hele lekkere, volle saus geworden. De rijst die mag ik afgieten. En laat je rijst altijd even nastomen. Dus misschien als je hem gekookt hebt, is hij nog niet helemaal gaar, maar dat geeft niet. Met de deksel erop en het water eraf stoomt hij nog eventjes lekker door. De eieren, die kan ik pellen. En dat is zo super lekker, zo'n partje ei op je curry. Ik vind het echt een hele lekkere combinatie. En zeker als je geen vlees eet, is het een hele mooie toevoeging voor je eiwitten. 8 minuutjes, dan zijn ze hard gekookt. Dat maakt echt je curry helemaal af. Nou, eens even kijken of de curry gaar is, of de linzen gaar zijn en of het voldoende op smaak is. Prachtig van kleur.
Het ruikt heel erg lekker. Het zou kunnen zijn dat er nog een beetje citroen dus bij moet. Ik hou hier zo van. Beetje een citroentje. Net even iets fris. Het haalt heel vaak smaak op, citroen. En als je een zuurtje toevoegt, ik doe een klein beetje zout erbij, maar als je een beetje zuur toevoegt, dan hoef je ook weer minder zout toe te voegen. Dus dat is een mooie tip die ik je kan geven als je wat minder zout wilt eten. Ontzettend lekker. Ik ga hem opscheppen. Daaroverheen de curry. Kijk eens hoe lekker. En dan heb ik nog een plekje over. En daar gaat wat spinazie op. Ik vind dat lekker om dat er zo rauw bij te eten. En wat koriander. Daarover verschillende meningen natuurlijk of dat lekker is of niet. Maar ik hou ervan. Fijn snijden. Een eitje door midden. Kijk eens hoe mooi. Het is zo'n lekker gerechtje, jongens. En dan nog die verse koriander eroverheen. Romig, verwarmend, een beetje pit. Kokoscurry met ei. Eet smakelijk.